NLP leert je hoe je je ervaringen kunt omvormen in iets concreets en iets tastbaars. Op die manier kun je beter communiceren en er beter mee omgaan. Maar is dat niet iets heel zweverigs? Ik wil meer weten over het NLP. Moet ik dan bij jou zijn? Zeker weten. Kom maar verder. Mooi. Hoi, Aukje. Milan Somers. Welkom. Dankjewel. Het NLP. Het enige wat ik daar eigenlijk over weet is het concreet maken van gedachten. Klopt dat? Ja, dat is een onderdeel van NLP. Als een mens de wereld ervaart, dan doen we dat middels ons denken. Maar we hebben ook ons voelen. En we hebben ook ons handelen, ons gedrag. NLP staat voor neurolinguistisch programmeren. We hebben 5 zintuigen. We zien, we horen, we voelen, we ruiken en we proeven. Onze zintuigen die filteren de wereld om zich heen. Dus we maken ergens een plaatje van. We maken ergens een verhaal van. En de manier waarop ik over de dingen nadenk, zoals ze in mijn mind aanwezig zijn, is welke gevoelens, welke emoties het oproept. Per direct als ik ergens over nadenk en ik voel er iets bij, reageert ons lijf daarop. Ja. En dat komt tot uiting in communicatie en gedrag van mensen. Dus echte gedragsverandering wil eigenlijk zeggen naar binnen keren om daar een verandering teweeg te brengen. Maar waarom hebben mensen hier behoefte aan? Zeker als mensen hier in een training zitten, komen hier mensen omdat ze enerzijds meer over zichzelf te weten willen komen. Ze willen zich persoonlijk ontwikkelen. Anderzijds omdat ze hun communicatie willen verbeteren, zowel privé of zakelijk. Maar er zijn ook mensen die het gebruiken om beter te leren coachen. En wat kun jij voor deze mensen betekenen? Want ik heb niet echt het gevoel dat het dan tastbaar wordt. Ik zorg ervoor dat ik iemand in zijn kracht zet. Vanuit zelfvertrouwen dat hij de wereld ingaat. Zodat hij heel dicht bij zichzelf kan blijven. En vanuit dicht bij zichzelf eigenlijk de wereld kan neerzetten zoals hij dat doet. En NLP leert je eigenlijk nu om keuzes te maken om een waardevol en zinvol leven te creëren. En wie zou dat nu niet willen? Iedereen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe zo'n sessie er dan uitziet. Ja. Zou je mij dat kunnen laten zien? Zeker. We kunnen naar de coachruimte gaan. Kunnen we een individuele sessie doen en kun je ervaren wat de kracht van NLP is. Oké, Aukje. Dan mag je terug naar dat moment waarin jij vol blaakte van zelfvertrouwen en volledig in je kracht stond. Draai maar eens mee met gevoel. En gevoel draait van voor naar achter, van achter naar voor. En nu draai je het de andere kant op. Zwengelt maar eens aan, heel goed. En laat je het zo rustig draaien, zodat het prettig begint te voelen. Zou je willen dat je brein en je onderbewustzijn wat meer leert om de volgende keer, als jij weer voor zoiets staat, dat het dan deze ontspanning heeft die jij nodig hebt? Ja? Ja. Oké, zullen we dat dan doen? En als je dat hebt opgeslagen, Aukje, mag je langzaam terugkomen naar het hier en nu. Nu, Aukje, vraag ik je nogmaals om eens terug te denken aan die ervaring waar je normaal gesproken hier die zenuwen kreeg. Dat heb ik nu niet. Nee. Dankjewel. Ik vond het heel leuk om NLP even op deze manier te ervaren. NLP is dus het concretiseren van je belevingswereld. En iedereen heeft een belevingswereld, dus er is niets zweverigs aan. Zo. Nou, en met deze positieve mindset wil ik jullie eens meenemen naar mijn stad, Breda. Want in 2014 moet je daar ook echt een bezoekje aan gebracht hebben.